De rehabilitatiewerkzaamheden de Menkendam worden in volle gang uitgevoerd. De Menkendam zijn de werkzaamheden bijna afgerond. De rioleringen zijn aangepakt en enkele wegen worden nog bestraat. De werkzaamheden te Menkendam betreffen een vijftal zijstraten in het resort Pont Buiten. En hoofdzakelijk wordt daar gerioleerd en bestraat. Waarbij gebruik gaat worden van U-goten. Of eigenlijk al is gedaan. Ja. Is er ook sprake van bestrating? Ja, er worden elementenvaring toegepast. Soms of de hele breedte van de weg. En soms nog met een stukje berm ernaast. Dus dat is dan heel mooi voor de buurtbewoners. Maar ik heb begrepen dat de mensen al heel lang met de problemen hebben gezeten. Daar liep het ook heel vaak onder water. Wat zijn eigenlijk de volgende stappen die zeg maar, worden genomen door het bedrijf zelf om controle te blijven uitoefenen? Ja, wat er standaard gebeurt is na de oplevering heeft de aannemer nog een onderhoudsjaar. Dus moet hij nog een jaar lang eigenlijk de weg onderhouden, het riool schoon blijven houden enzovoort. En daarna zal een garantieperiode gaan plaatsvinden en die is 2 jaar. Dus 3 jaar vanaf nu komt het weer terug zeg maar, in de handen van openbare werken. Binnen hoeveel tijd had u het over dat de Menkendam, tenminste de werkzaamheden aan de Menkendam af zullen zijn? Ja, ijzerwederdienende. We hebben het weer natuurlijk niet in de hand. We gaan ervan uit dat we rond de jaarwisseling gereed zijn met de bestratingswerkzaamheden. Okay. Alleen de bestrating dus? Inclusief riool. Ja. Okay. Wat zou u de buurtbewoners willen meegeven als belangrijke boodschap? Als we even denken aan het onderhouden van de straten en hoe we mee om te gaan? Ja, ik wil ze gewoon adviseren om hun deel wat voor een huis ligt of voor een erf ligt, om dat gewoon te onderhouden, schoon te houden. Dat geeft een heel veilig beeld voor de straat. Ja, het ziet er ook netjes uit natuurlijk. Als ik nu kijk naar Latour, als ik even daar naartoe mag, daar hebben we een stukje opgeleverd inmiddels. Je ziet ook gelijk dat daar vanuit de bewoners ook veel activiteit is om het netjes te houden. Dus het nodigt ook uit om alles netjes te houden. Ja, want voor zover ik weet, dan is er heel vaak sprake geweest van verstoppingen in de rioleringen. Ja. Het gebied is een beetje lastig qua ontwatering. Het moet natuurlijk worden aangesloten op een bestaande ontwatering. En daar zit vaak het probleem in. Als daar een verstopping in zit, dan kun je zelf het mooiste riool hebben. Maar als het water niet weg kan, dan gaat het niet weg. Klopt.